Maar als ik dus weer geconfronteerd word met heel veel angst, dan onbewust zoek ik allerlei uitwegen. En dan achteraf zie je zo, oh, ik kon het niet aankijken. Dus. Ja, maar kijk, om dat helder te krijgen is het gewoon heel simpel. Je hebt of de confrontatie met de angst, en al het andere is het niet. Dus iemand gaan bellen is het niet, gaan mediteren is het niet, een boek gaan lezen is het niet, koffie drinken is het niet. Al die dingen hebben daar niks mee te maken. Er is angst. Come on. Op een gegeven moment gaat de boel zich omdraaien en dat is echt heel grappig. Dan begint angst bang van jou te worden. Omdat die bereidheid zo groot is dat hij zoiets heeft van, oké. Dan is die nog niet verslagen, zeg maar. Maar dan gaat hij zo'n beetje en verwachten tot hij wat zwakker is. Soms 's nachts. Dat ik dan, weet je, overdag op een gegeven moment was het klaar. Leek het klaar. En dan begon het 's nachts. Want dan ben je een beetje half vaag zo. En weet je wel. Ja, dan bleef ik gewoon wakker. Ja, ging toch over ontwaken. Vandaar dat ik slaapproblemen heb. Nou ja, problemen. Ik slaap gewoon niet goed. En wat leuk is met angst, is als er voldoende helderheid is om te kijken wat de verhaaltjes zijn die daarmee te maken hebben. Want angst zonder verhaaltje, let me tell you, it doesn't exist. Gevaar wel. Auto rijdt recht op je af, weet je wel. Actual danger, je stapt opzij. Geen story nodig. Daarna, als ik aangereden zou zijn geweest. Nou word je bang. Dan loop je op straat zo, al die auto's die willen mij aanrijden, ja. En daaronder ligt, ik ben belangrijk. Nee, maar. Ik ben bang, is dus het identificatieverhaaltje. En ik ben altijd bang voor iets. Story. Of er wordt angst geobserveerd. Boeien. Dat is gewoon intense energie. Die beweegt. En als je niets doet, dus gewoon alleen maar bent, dan ben je dus ook niet beperkt tot dat ding. En dan is het eigenlijk nooit te veel. Maar als ik me beperk tot dat ding, en dat is onze eerste neiging om ons schrap te gaan zetten. Dus dan word ik klein. En dan wordt het snel een soort snelkookpan. Dus kan ik ontdekken dat een deel van het probleem is niet de angst, en dat is eigenlijk al een label, want je weet eigenlijk helemaal niet wat het is, maar dat ik me er tegen verzet. Ik geloof de conditionering, ik kan het niet aan. Zonder dat geloof, zonder die aanname, is er intense energie en zoals alle energie, die heeft neiging om op te lossen. Dus op het moment dat je de energie labelt, beperk je. Dus je eigenlijk wel. Je labelt het als angst en daardoor beperk je. Ja, kijk, en aan zich is labelen niet zo heel erg, maar bij ons zijn we zijn zo meester geworden in identificatie, dat zodra we labelen, maken we er ook echt gelijk een afgescheiden ding van. En ontkoppelen we onszelf ook van het verschijnsel. Dus dan hebben we een ik hier en de angst daar. Dan hebben we daar alweer een dualiteit gecreëerd. Zo maak je een probleem. Terwijl het ik-besta-gevoel en het gevoel van angst zijn gelijktijdige manifestaties. Dat staat niet los van elkaar. I'm not separate from my fear. Maar in mijn beleving wel. De angst is daar en ik ben hier. Dus oh god. Maar toch als je het onderzoekt, dan mag je toch wel angst noemen? Jazeker. Maar daarom zeg ik erbij, zodra het opkomt van, ik ben bang, dan zitten we al in die identificatiemodus en dan wordt er helemaal niks onderzocht, want de identificatie is actief. Ja, dat snap ik. En dan wil ik er vanaf. Maar op het moment
alles samenvalt met je zijn, dan weet je toch dat het angst is. Ja, maar daar is dan dus maar heel even, leg dat op, oh angst, en dan kan dat stekkertje aan de kant. Het is de energetische beleving die op dat moment bezig is. Hoe die heet doet er eigenlijk helemaal niet toe. Ja, je kan het gelijk loskoppelen. Ja, tuurlijk. Dus je ziet dan op een gegeven moment, jij, bewustzijn, ziet dan dat de geest zegt, dit is angst. En dan wil die daar iets mee uithalen. Aan de kant gewoon beleven. En dan zie je gewoon, en dat is ook maar een woord, intense energie bewegen. Er zijn gewoon fysieke sensaties aan de gang. Oké, dat is interesting. En dan ga je op een gegeven moment opmerken dat als er een aanval van vreugde is, je dat allemaal helemaal niet uithaalt. Maar strikt genomen, als je even oplet, is het gewoon intense energie die aan het bewegen is. Same difference. Het is alleen een ander smaakje. Maar de ene, daar vragen we nooit bij van, hoe moet ik daarmee omgaan? Als je liefde voelt of blij bent of zo, weet je wel. Maar als het dan in die verdoemcategorie zit van jaloezie of angst of boosheid, want dat mag allemaal niet, staat nergens. Maar weet je wel, dan moeten we ermee omgaan. En daarin zit dus al dat ik net doe alsof ik iets anders ben dan het verschijnsel. Die hele neiging om alles constant af te scheiden en los te koppelen. Het is zo raar. Ik zou dan wel bang zijn dat ik het gevoel heb dat ik het aan het verdringen ben of zo. Ondanks dat het samenvalt. Nou ja, dat is weer de mind. Ja, nogal. Wat wel kan optreden, zijn hele interessante verschijnselen waardoor de mind ook af en toe zoiets heeft van, kan dit? Het kan zijn dat er een intense aanval van het een of ander is. En als die modus actief is van gewoon te kijken en te luisteren en te voelen, dan kon het wel eens in 2 seconden weg zijn. En dan gaan mensen ook denken, oh, ik heb het zeker verdrongen. Ja. No, you didn't. Die verhalen van dat het allemaal heel lang moet duren, komen door de weerstand, de identificatie, de verhalen erbij. Normaliter heeft een emotie gewoon een vrij korte piek. Als je niets doet, is het bzz, net maar eens op een hond. Die schrikt of een klein kind. Ah, janken, weet je wel. Als jij je als ouder er even niet mee bemoeit, geen lollies, iPads, en dan is het gewoon na 30 seconden is het over. En, je hoeft niks te verwerken. Dat gaat allemaal spontaan. Die hond die schrikt zich het lazarus omdat er een eikhoorn voorbij rijdt. Aaaaaah! Weet je wel? En 3 seconden later. Gdung, gdung, gdung. Ah, lekker lopen, man. Ja, niks aan de hand. Wij lopen 3 dagen later nog iedereen op te bellen. Van nou zeg! Ja. Dus krijgen wij het verhaaltje van angst of verdriet of rouw. Dat moet allemaal zo lang duren. No, it doesn't. Dat is zoals de meeste mensen daarmee omgaan. Daarom lijkt dat normaal. Dat is de norm. Ja, ja. Maar het is geen must. Het kan heel anders. Ja. En dat is best funny om te ontdekken. Ja. Dingen kunnen echt zo uit elkaar vallen. Het lijkt alsof je er nooit meer uitkomt. Ja. Weg. Geen spoor van te vinden. Daarom zegt Krishnamurti ook van die leuke dingen. Van als er volledige aandacht is. Hij drukt zich net wat anders uit. Het is geen Advaita jongen, maar maakt niet uit. Als er volledige aandacht is, laten gebeurtenissen geen littekens na. Indeed. Maar als er gesepareerde aandacht is in mij en wat mij overkomt. Dan lopen we allemaal tot in de oneindigheid met 100 trauma's rond. Dat kan niet anders. Maar als dingen beleefd worden in complete attention, dan manifesteert het die complete attention zich als de situatie en het lost weer op. En er is gewoon helemaal niks daar om een litteken op te maken. Maar dat begint dan al bij een open houding. Ja, maar dat klinkt weer alsof je dat kan doen. Nou, ik zal een voorbeeld geven. We waren net bij onze dochter, die maakte een opmerking. Ja, dat doen ze wel eens, ja. Dat deed mij even pijn. Ik ben er nu af en toe nog mee bezig. Ja, nou, daar zie je dat dus aan. Als er complete attention is, dan komt die opmerking en die gaat daar doorheen. En misschien doet het nog even en dan is het weg.
Ja, maar dat bedoel ik, dus je moet wel complete attention. Nee, nee, niet je moet, want nou maak je er weer een voorschrift van. Ja, maar hoe? Nee, niet hoe, dat is weer vragen naar een methode. Als er complete attention is, laat het geen litteken na. Dat is niet om te zeggen dat als je dat niet hebt, dat je dan niet deugt. Of dat je moet gaan oefenen complete attention te krijgen. Het is gewoon de beschrijving van het zo zijn. Water is nat en vloeibaar. Dat is niet een opdracht om na te streven. Dat is gewoon een beschrijving van een toestand. En die beschrijving van een toestand heeft een kleine potentie in zich om te vallen. En dan gebeurt die toestand. Maar het kan wel helpen dat bijvoorbeeld je dochter is of iemand anders, door dan te gaan onderzoeken van wat, welk verhaaltje heb ik hierbij. Zij zegt iets en dan ga je vervolgens. Ja. Yes. Alleen op dat moment volledige overgave is niet genoeg. Het heeft voor mij altijd wel moeite nodig. Ja, maar dat is onderzoeken. Ja. Maar dan is toch die pijn, die voel je nog even. Ja, maar dat is heel fijn juist, want als die pijn er is, kun je onderzoeken. En dus het gevaarlijke, tussen aanhalingstekens, is proberen de pijn weg te krijgen. En dat is eigenlijk jammer. Als we willen onderzoeken is dat jammer, daarom roep ik vaak van beledigingen moet je dankbaar voor zijn. Want die laten stukjes onvrijheid en precies wat je zegt, allerlei verhaaltjes en aannames zien. Van ja, een dochter hoort niet zus, of het zou zo moeten, of allerlei van die lulkoekverhalen die wij hebben, daar raakt het op. Dat kunnen we onderzoeken. Ja. Maar ik kan niet de complete attention gaan zitten faken. Nee, dat, ja. Maar ik kan wel, als er iets gebeurt, er gebruik van maken. Ja. Dus wat is dit precies? Durf ik daar naar te kijken? Ja. Maar wat ik dan niet snap is, hoe kan ik het voorkomen? Nee, dat kun je niet voorkomen. Je moet helemaal niks, dat is taal. Maar je kunt hier gebruik van maken om te onderzoeken hoe zo'n verhaalstructuur, in dit geval moeder-dochter dingen, in elkaar zitten. Mocht het zo zijn dat je alles daarvan hebt onderzocht, dan verdwijnt dat totaal. En dan kan je niet meer beledigd worden. Omdat dat stuk weg is. Omdat je het onderzocht hebt. Yes. Alles wat je wat werkelijk totaal onderzocht is, wordt vernietigd. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan ben je geen moeder of dochter meer. Die hele rol die lost op. Niet dat je niet meer hallo zegt of weet wie het is of zo. Maar die verwachtingen die daar rond hangen, die verdampen gewoon. Waardoor niet alleen jij vrij wordt, maar je dochter ook. Yes, twee voor de prijs van één. Dan kan die ander gewoon zijn wat ze is, in plaats van altijd in die dochtermal te moeten, wat nogal mal is. En jij zit dan ook in een mal. Moeders horen ze en zo? Nee. De meeste onvolwassen mensen doen dat zo, akkoord. Jezelf uit te dagen. Zo heb ik een paar jaar geleden, midden in de nacht, bij woning Haarlem. Ben ik de uitdaging op zich. Ja, ben ik de Kennemer Duinen in geweest en midden in de nacht, ik geloof ook in oktober, door zo'n bos gelopen. En dat is zo bijzonder. Wat voor oerbeleving en spanning je kan zien en dan toch door te gaan in een bos waar allerlei beesten voorbij schieten. No. Wolven en beren. Het is zo goed om zo'n avontuur aan te gaan, want het leert je dat je er eigenlijk in alle hectiek en spanning die dat in het begin oplevert, dat je er gewoon naar kan kijken, dat je gewoon kan doorgaan, dat er niks aan de hand is, maar dat al die emoties en opwinding, laat ik zeggen, naarmate je daar naar blijft kijken, valt dat gewoon weg. Ja. En na zo'n half uur, ja, loop je in zo'n donker bos en merk je gewoon dat uiteindelijk iets heeft bijgedragen in jezelf. Dat je niet meer wegloopt van een avontuur, wat dan ook, maar dat je bereid bent om ernaar te kijken wat er ook gebeurt.
Dat heeft me heel veel bijgebracht. Het leuke was, dan vertel je het intimie. Het eerste wat intimie dan zeggen van, ja, maar je mag toch s'avonds als het donker is, niet te kennen maar duimen. Dat is dan. Ik zeg, joh, s'avonds zie je dat helemaal niet, kan je gewoon door. Ja, inderdaad. Ja. Voor de onderzoeker inderdaad is een argument als het mag niet, geen argument. Dat is wel, merk ik ook wel als je dus zelf inzichten krijgt en dat andere mensen zoveel vragen gaan stellen nog van, dan mag je hier met werken. Ja, zie je er tegenop? Nee, dat zie ik dan wel. Oh. De gesprekken vallen wel heel snel stil, omdat je merkt dat... Dat is wel een, ja, waar ik nu een beetje in een fase zit, dat de gesprekken stokken omdat er heel veel vragen, ja, geen idee, zie ik dan wel, gaat goed, ja. Ja, oh ja, je stem doet af en toe je keel, zo, ja, wat heftig voor je, wat vervelend. Nee hoor, is prima zo. Dus het is wel een beetje een gekke fase. Klopt, maar we gewoon doorgaan en een hoop gaan gewoon niet meer op de koffie komen. Als je geluk hebt. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Nee, ben je gek. Ja, Philo misschien, maar voor de rest. Ik heb een vraagje, want Nicky Verbeek, die gaat dan heel erg in op het verhaal en zo. En dan heb je aan de andere kant Tony Parsons, die weer heel erg juist dat allemaal... die heel erg is van, er is niks, er zit hier niemand. En echt super straight is daarin. En ik vroeg me af hoe jij daar tegenaan kijkt. Waar tegenaan precies? Nou, hoe dat precies zit. Want we hebben het nu over dingen in het verhaal. Zoals die angst dan door ik zal het wat meer op mezelf onttrekken. Ik heb zeg maar een privégesprek met jou gehad een tijd geleden. En toen ging het... voornamelijk over die angsten die ik dan ervaarde. En daar heb ik dan inderdaad doorvoeld. En dan is het ineens weg. En inderdaad, dan heb ik zoiets van, ja, heb ik het nou verdrongen? Of wat is er nou gebeurd? Maar ook dat leven, ja... Dat is dan weer, het zijn allemaal momentopnames inderdaad. En ik weet gewoon niet zo goed waar dan, ja, het zijn twee dingen voor mij en dat klopt niet. Dat idee heb ik van, in het verhaal of juist in het nu en er is niks anders dan nu. Dus dat hele verhaal bestaat niet, dat zijn dan twee dingen, dat klopt niet. Toch? Oh. Weet ik niet, maar... Ik weet niet precies wat mijn vraag is. Maar het punt is, je zou kunnen zeggen dat, het is een lullige metafoor, maar ik heb geen betere. Het huis van waarheid heeft meerdere ingangen. En je hebt één deur, er is niemand, alles is alleen maar bewustzijn en rot op met je gezeur. Dat is wat Tony doet. Ja, dat is fantastisch, maar iemand die in een angsttoestand zit, die heeft daar niks aan. Dus alles wat hij zegt is waar. Maar ja, ik vind het heel grappig hoor. Maar ik vind het ook een beetje slap. Ja. Helemaal in het verhaal meegaan lijkt me ook geen goeie. Dus als ik het hier hou, ik kijk gewoon naar degene die ik voor me heb. Van wat heeft die nodig om... Wat heeft die nu nodig? Ja. Iemand die sterft van de honger en die komt bij mij, die ga ik niet vertellen dat er alleen maar bewustzijn is. Die geef ik eerst een boterham. Ja, want anders vind ik dat een beetje een raar verhaal. Iemand die helemaal emotioneel is, die hou ik misschien even vast. Terwijl ik heb zelf niet zoveel met emoties. Ik heb er ook niks tegen, maar dan hou ik ze even vast. En dan zakt dat er allemaal uit. En dan kunnen we misschien een gesprek voeren. Iemand die nog nooit iets aangekeken en gevoeld heeft, is misschien handig om daar even te beginnen. Is dat de hele waarheid? Nee, natuurlijk niet. Maar het is een ingang. En dan kan er even iets gaan veranderen. Dan kan er een beetje openheid in het systeem ontstaan. Kunnen er een paar overtuigingen aan de kant vallen. En dan zien we vervolgens wel... Nou, er is geen bedoeling, maar er is weer taal wat de bedoeling is voor deze of gene. Ja.
Dus ik bekijk het liever zo vanuit het moment. Ook in een groep is dat nog technisch gezien een beetje lastiger, want de een zit hier en de ander daar. That's the game. Maar ik kan hier natuurlijk ook de hele tijd hetzelfde gaan roepen van, ja, het is allemaal gelul, er is helemaal niemand. Ja, dan praat ik meer waarheid dan ik nu doe. Maar ik heb daar geen zin in. Ik vind het ook niet echt creatief, moet ik zeggen, maar goed. Wat ik dan net zei, dat je angst in dat ik ermee heb geoefend. Ja, en dat, wat zou je dan nu zeggen tegen mij? Dat ligt eraan wat je vraagt. Kijk, wat ik nu een beetje hoor, is dat je aan het zoeken bent naar wat is de juiste manier. Ja. Nou, daar moet je naar kijken. Dat er dus een controlebeweging bezig is om ik wil eerst uitvogelen wat de juiste manier is voordat ik een stap zet. Maar je moet in jezelf kijken, what do you need? Ja. Dat is veel handiger. Ben ik wakker of slaap ik? Dient wat ik nu doe mijn ego of waarheid? Wat een beetje, en in het begin bij mensen is dat altijd, van probeer eens erachter te komen wat je eigenlijk wil. Want heel veel mensen, en dat heb ik ook al, ik herhaal me al 20 jaar, heel veel mensen denken dat ze bevrijding of ontwaken willen. I usually doubt it. De meeste mensen willen gewoon een prettig leven, waar niks mis mee is voor de goede orde. Nou, dan is het misschien handig om eens te kijken van, wat denk ik dat een prettig leven is? Wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Nou, dat heeft niks met zelfrealisatie te maken. Maar is wel verdomd belangrijk. Want de meeste mensen, zoals ik ze zie, die doen maar wat. Ze hebben geen idee. Ook degene die naar satsang gaan. En naar wie ze dan gaan, I don't give a shit. Weet je wel. Maar de meeste hebben niet door waarom ze daar komen. Wat ze nou eigenlijk willen. Een aantal die zijn helder genoeg om te denken, ja, ik ga daar gewoon naartoe. Ik vind het leuk. Ja. Ik ken die lui en die gaan inderdaad naar Tony en dan gaan ze naar mij en dan gaan ze wel ergens anders zijn. Gewoon, ik heb geen zin in een bioscoop, maar dat vind ik gewoon grappig. Nou, fair enough, dan weet je het in ieder geval. Dus, wat wil ik nou eigenlijk? Maar ik weet wel wat ik wil. Wat dan? Nou, ik zie gewoon in mijn leven heel veel angstpatronen en dingen die niet kloppen. Ja, maar je zou zeggen wat je wilde. Ja, nou ja, goed, ik wil weten hoe het wel zit. Wat? Ik wil de waarheid weten. Wat is waarheid? Ja, dat weet ik niet, maar dat wil ik graag weten. Oh, waarom? Als ik de waarheid weet, wat dan? Ja. Als ik de waarheid heb, dan? Wat is de sales pitch? Ja, natuurlijk, daar zit ik hier voor. Mensen denken dat ik hier zit voor de antwoorden, maar ik zit hier voor de vraag. Het is 1000 keer belangrijker, lieve zoekers, als jullie zoekers zijn, om jezelf vragen te stellen dan antwoorden te zoeken. Zodra je een antwoord hebt, val je in slaap. Daar stop je met nadenken. Daarom vindt iedereen het fantastisch om een formule te krijgen. Zo en zo zit het. Oh ja. Dat is wat we willen. Dus wat willen de meeste mensen? Slapen. En dan zeggen ze tegen mij van, ik wil graag ontwaken. Daarom zijn er ook op die Vaita forums, zoveel mensen die elkaar lopen te bestrijden van, nee, het zit zus, nee, het zit zo. De een weet het nog beter dan de ander. Ze slapen allemaal, want als je wakker bent, doe je daar niet aan mee. Dan geloof je niet in een formulering, het is zus en zo. Waarheid is een living thing right here. En ik kan het niet zeggen. En iedereen die beweert dat hij het wel kan zeggen, lult uit zijn nek. Het kan niet. Zoals Adya Shanti mooi zei, ik kan er zo goed mogelijk omheen dansen. Dat vond ik leuk gezegd. I will try to fail as best as I can. Maar is het niet dat je gewoon alle onwaarheden eraf wil hebben in plaats van dat je er iets bij wil? Goed, nou stel je een vraag. Keep going.
Nou, dat was het eigenlijk. Ja, ja, ja. Het gaat ook niet over dit moment, maar inderdaad, stel je vragen. Wil ik waarheid hebben of wil ik van de onwaarheid af? En probeer dus niet zo'n vraag te snel te beantwoorden, maar wees daarmee. Kom er echt diepgaand tot in je cellen achter wat het nou eigenlijk is dat je wil. Dat is super belangrijk, want als je dat helder hebt, kun je 99% van de praatjesmakers, mogelijk inclusief deze, uit je lijven donderen. Kill the Buddha en dat stuff. Jij moet kijken, weet je wel. Wat al die leraren zeggen, uiteindelijk, who gives a fuck? Ik heb niks aan wat ze allemaal gezegd hebben, behalve in de zin waar ze mijn vuurtje hebben aangewakkerd om vragen te stellen, dieper te kijken. Geen genoegen te nemen met een of ander verhaaltje van alles is bewustzijn, alles is goed, we zijn allemaal samen één. No, we're not. It's not like that. En alles draait om universele liefde. Godverdamme. Ugh. Liefde. Dat vind ik leuk. Pardon? Fijn. Jazeker, is kei fijn, daar hou ik van. Ik vind het leuk om te overdrijven soms, snap je wel? Zatzang is ook cabaret. Het is niks zo walgelijk als liefde. Ik vind het heerlijk. Maar ik doe er niet aan. Nou ja, dan wil ik misschien nog op iets terugkomen. Zeg maar het verband tussen de dingen die je doet in je leven, ook zeg maar op spiritueel gebied, en zeg maar de kans op ontwaken of daar nou helemaal geen verband tussen bestaat. Of een beetje, een heleboel mensen zitten te mediteren, ja. Om te ontwaken. Ja, hoeveel is er dat gelukt? Nou, geen idee. Ja, hey, precies. Dat vraag ik me ook wel eens af. Dat bedoel ik maar. Maar, ja. Dus het hangt er vanaf wat je doet en wat de intentie is. Dat is een leuk beginpunt. Wat je doet en wat de intentie is? Ja, dus als je doorhebt van wat er gebeurt. Ja, ik heb het daar onder andere over gehad van... Er is verontrusting in het systeem en dan ga ik zitten mediteren om weer kalm te worden. Dat gaat niet helpen bij ontwaken, ja, normaal gesproken. Nee, ik denk dat de meeste mensen dat wel begrijpen. Ik denk en ik vrees van niet. Ja. Ik doe dit al een paar dagen. Ik heb er een paar duizend gezien. De meeste echt, ze hebben geen idee. En dat is niet erg verder. Had ik ook niet, dus... Dus van waaruit, als er, en een ander ding is goed om te begrijpen, dat alles wat ik roep is een beetje in de context van als je waarheid wil, weet je wel. En dat begint al met van, is dat actief überhaupt of niet? De meeste mensen willen helemaal geen waarheid. Die willen een prettig verhaal of een goed gevoel of een prettig leven. Dat is oké, maar dat is iets anders dan uit elkaar vallen. Ja, bevrijding is uit elkaar vallen. Dat is niet iets krijgen. Ja, bevrijding is dat niet het kwijtraken van de identificatie met je ik? Ja, precies, ja. Dus, kunnen we de vraag stellen, als ik spiritueel bezig ben, dient wat ik nu aan het doen ben, welke techniek of whatever het ook is, dient dat mijn ego of het uit elkaar vallen? Daar is een ding, een breekijzertje, waar je zelf kunt kijken wat je aan het doen bent. Maar als er geen ik is, dan kan dat... Nee. Dat weet jij nog niet, dus daar heb je niks aan. Nou ben je niveaus aan het door elkaar halen. En het is geen theoretisch spelletje, dit gaat over jou. It's your life. Jawel. Nee, dat begrijp ik wel.
Ja, ik heb dat één keer meegemaakt dat ik inderdaad op straat liep en dan zag ik ineens mezelf lopen. En dan zie je gedachten opkomen, dan zie je gedachten verdwijnen. Je ziet gevoelens ontstaan en vertrekken. Maar ja, dat zie je dan op dat moment. En dan weet je wel dat jij jezelf niet bent op dat moment. Maar ja, dat is zo weer voorbij. Ja, dus dat is nu een herinnering. Maar mijn punt is, dat is mooi, maar mijn punt is van je kunt in het moment kijken, wat je ook aan het doen bent, dient dat de voortzetting van mijn ego of de vernietiging ervan? En dat hoef je niet nu te gaan beantwoorden, ik reik een sleutel aan. En het is aan ieder, jou of wie dan ook, om daarnaar te kijken. Dan kom je er vrij snel achter wat je wil. Je wil eigenlijk zo'n ervaring weer terug? Nou, bijvoorbeeld, en dat is dus iets anders dan bevrijding. Vandaar dat mijn negatieve houding, zou ik maar zeggen, is van dat ik 99% die roepen, ik wil wakker worden, niet geloof. Maar ja, je moet eerst weten waar je het over hebt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat duurt al even meestal. Dus er kan niet in het algemeen gezegd worden, om op je vraag terug te komen, van dat die en die activiteiten bijdragen of niet bijdragen. Het hangt ervan af wat de context is. Context is everything. Gebruik ik dingen om mezelf af te breken of om mezelf overeind te houden? Nou, dan heb ik kunnen zien in mijn eigen verhaaltje dat ik op een gegeven moment spirituele technieken gebruikte om me overeind te houden. De angst sloeg toe, de boel begon uit elkaar te vallen, de controle begon verloren te raken, maar ik had geleerd om mijn chakras weer goed te zetten. Dus dan deed ik dat gauw en ik had de aanval weer overleefd. Totdat mij helder werd dat dat nou precies was wat ik laten moest. Maar iets laten is veel moeilijker dan iets doen. Vooral als je er goed in bent. En ik bedoel dat niet arrogant, maar ik was goed in die energie shit. Dus ik kon heel moeilijk met mijn handjes eraf blijven als het zweet me uitbrak en gillend gek dreigde te worden. En dingen begon te zeggen zoals ze echt voor mij waren, wat niet in dank werd afgenomen door de sociale omgeving. Dus dan probeer je het weer, dan ga je weer sorry en goed maken. Want ja, daar kom je dan ook achter van, oh kut man, ik wil er meer bij horen dan ik dacht. Weet je wel, en die confrontatie met dat soort dingen, zijn die helpend? Dat kan. Ze eronder houden en niet aankijken is naar mijn idee niet helpend. Op een enkele uitzondering na, want er zijn ook mensen die gewoon wakker worden, die nooit ergens mee bezig zijn geweest. Dat is het leuke van het universum, hè? Anything goes. Maar usually speaking, dingen onderzoeken en confronteren is handiger dan alles eronder houden. Met of zonder spirituele technieken. Dus check it out. Je kunt het zien in jezelf, wat je aan het doen bent. Niet nogmaals om het te veroordelen, maar om te zien hoe het is. Ben ik het vuurtje aan het opstoken of aan het blussen met waaiwater? Koffie.